Ik zit hier samen met Charlotte de Meij en ik ben Rudy van Damme van het Ontwikkelingsinstituut. We zijn een voorbereiding aan het doen van de dag rond ondernemerschap voor coaches. En ik heb hier haar boek bij de hand, Doen Wie Je Bent. En dat boek heeft mezelf heel veel geholpen en ook de begeleiding van Charlotte om veel scherper te zijn van wat wil ik precies neerzetten in mijn leven en in mijn ondernemerschap en welke klanten wil ik echt aantrekken, zodat mijn ondernemerschap duurzaam wordt. Hè? Zeg Charlotte, tegenwoordig gaat het veel over elevator pitches doen, personal branding, adverteren, verkoopstechnieken. Maar die termen komen helemaal niet in je boek terug, hè? Nee, ik heb daar mijn eigen vocabulaire voor gemaakt, omdat die termen verraden dat je als ondernemer iets nodig hebt uit de markt om te kunnen ondernemen. Er is natuurlijk van alles in de markt dat we nodig hebben, dat zeker. Mm-hmm. Maar het begint, die doen wie je bent, met verbinden met jezelf. Mm-hmm. En vanuit die goede verbinding met jezelf, dan gaan verbinden met de markt en te gaan kijken waar dat jij betekenisvol kan zijn. Ik hoor het bijna zeggen, ik doe aan persoonlijke ontwikkeling. Ja, zeker en vast. Ja. Want ja, ondernemen, dat is voor sommigen een nieuwe rol. Mm-hmm. En in elke rol hebben we te groeien. Hè. Er wordt niemand geboren als de ideale ondernemer. En je zegt bijna, doe aan persoonlijke ontwikkeling en zet je authenticiteit helemaal in je werk. Mm-hmm. En dan gaat het werken. Ja, dan gaat het werken. Mag ik eens de advocaat van de duivel spelen? Ja. Want dat klinkt allemaal schoon. Hè. En heel veel mensen doen dat aan persoonlijke ontwikkeling bij die coaches. Ik moet aan mezelf eisen. Allee, werkt dat dan wel? Ga ik dan wel klanten aantrekken? Dat werkt zeker en vast. We beginnen natuurlijk met het maken van jouw verhaal. Je hebt een merkbelofte nodig, je hebt een merkverhaal nodig. Maar zeer belangrijk, je hebt een actieplan nodig. Hè? Mm-hmm. Welke acties ga je, doelgerichte acties ga je ondernemen om te komen bij die doelgroepen waar je van betekenis bent? Maar kan ik mij niet beter dan zeggen, ik ga toch loopbaancoaching doen, of ik ga burn-out coach worden, of talentcoach, of vitaliteitscoach. Dat komen allemaal van die dingetjes op de markt. Hè? Dat kan. Als dat echt heel erg deel is van jouw verhaal, dan kan je dat gaan doen. Maar je zal zien dat daarin alles is in ontwikkeling. Mm-hmm. Dus, en dan zie je wel welke kant dat het op zal ontwikkelen. Ja, misschien wordt wel dat vakje van vitaliteitscoaching op een dag misschien te beperkt. Mm-hmm. En wil je wel gaan voelen van, wat wil ik daar nu gaan doen? Ja. Wat gaan we de dag doen van dat ondernemerschap? We gaan vooral gaan kijken wat de ontwikkelingsdoelen zijn. Mm-hmm. En dan gaan we daarmee aan de slag. Ja. Ontwikkelingsdoelen om te zeggen, binnen dat model, doen wie je bent. En vanuit die soort nieuwe visie op ondernemers gaan we echt helemaal op doorpakken. Ja. Oké, dat gaan we samen doen. Hè? Super. Hè? Ja. Zeg, een laatste vraagje. Vind jij van jezelf dat je een succesvolle ondernemer bent? Ja. Ik ben helemaal aan het doen wie je bent. En dat vind ik heerlijk. Ja. Ben ik succesvol? Ja, volgens mijn definitie van succes. Mm-hmm. Loopt dat altijd van een leien dakje? Niet altijd. Ja. Maar ja, die zelfsturing kweken om op die rollercoaster te gaan, hoort daarbij. Plezier hebben op die rollercoaster. Ja. Durven over kop gaan. Hè? Ja. Dus welkom op de dag die we samen gaan organiseren rond ondernemerschap voor coaches. Tot dan. Tot dan.